Goedemorgen en een goede dag. Mijn naam is Sander Pad. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pad. Ik heb net een lekker broodje in de oven gedaan. En alleen nog iets. Deze pak is lekker. Hoe komt dat dan, pap? Dat het pak lekker is. Ja, wat denk je? Dat is lekker. Gewoon, je moet even zeggen, zon is lekker. Ik heb niks anders. Je moet snel die andere houdbare melk pak drinken dan. Dan kan je daarin gooien. Gooien, joh. Huh? En jij bent ook lekker in de kerstsfeer, pap? Pap, jij bent ook lekker in de kerstsfeer? Ja. Nou, gaan we een lekker kerst maken, dan gaan we vanavond. Gaan we toch vanavond, hè? Gaan we bij? En dan met een tand eten. Weer zo'n leuk. Hè? Met een weer zo'n leuk, maar met echt dan. Ja? Lekker. Wat drinken. Dus. Wat hebben jullie ook al lekker gegeten? Laat even weten in de reacties. Want daar ben ik wel benieuwd naar. Ik hoop dat jullie een leuke kerst hebben gehad. Maar eigenlijk is het gehad. Want als je nu kijkt, is kerst al voorbij natuurlijk. En deze pakketje. Is ook lekker vrolijk? Nee. Dus niet. Maar dan ga ik lekker broodjes. Dan ga ik lekker broodjes eten. En dadelijk editen. Doe ik gewoon even ook nog. Dus. Gaan we een leuke dag van maken. Nou, we zijn nu onderweg naar mijn tante. Gaan we daar even lekker kerst vieren. Pap. Heb je zin in? Ja. Ja. Gaan we gewoon een leuke dag van maken. Gaan we lekker eten. Waar niet gaan we eten, toch? Waarom toch? Wat vind jij het lekkerste bij je van baan te eten? Wat vind jij het lekkerste eten? Ja. Dat is het lekkerste. Dat is het pindasaus. En wat vind je echt alle lekkerste eigenlijk? Ja? Hè? Wat hè? Wat haal je auto helemaal, joh? Wat haal je auto? Maar wat vind jij de leukste aan kerst? Hè? Dat is ook nog wat voor. Ja, maar wat vind jij de allerleukste aan kerst? Gewoon algemeen. Ja, dat vind ik ook wel. Laat even weten in de reacties wat jullie leukste vinden van kerst. Dat zou ik wel leuk vinden. Maar zijn we nu lekker onderweg. Gaan we even kerst vieren. Zoals jullie hebben gezien. Al een tijdje. Is de eerste kerstvlog online. Dus, maar dan gaan we nu daar richting de tante. Even lekker eten. Dus even door. Nou, we hebben lekker ik en mijn vader hebben lekker gezellig gegeten bij mijn familie. Was super gezellig en ja, ik ben al een tijdje thuis gekomen. Hoe laat was het thuis gekomen, pap? Hoe laat zijn we thuis gekomen? Uur of half 11 uur ongeveer. En zijn we nu lekker thuis gekomen, lekker gegeten. Super gezellig was het. En ja, en ik heb net zitten editen. Net klaar. Hij is nu aan het renderen. Maar hier zie je nu een klein stukje filmpje. Was super gezellig. Dat was wat jullie hebben gezien. De leukheid vind ik. Dus, maar dan ga ik nu even lekker relaxen. Dus. Ja, ik had natuurlijk al gemeld natuurlijk dat de vlog waarschijnlijk al kort zou zijn. Dus voor mensen die hadden verwacht of hadden gehoopt of wat, ja, van lange vlog. Ik wil ook die mensen even excuses aanbieden. Want je verwacht dat dat lange vlog zou zijn. Maar dan ga ik even lekker relaxen nog en lekker tv kijken. En morgen weer kerstfeest. Avond. Dan ga ik weer bij mijn familie eten, maar dan bij een andere familie. Van mijn moederskant. Ja. Dus ik hoop dat het ook gezellig wordt. Dus ja. Nou, ik ben nou een tijdje nog beneden. Ik ben net even lekker gaan douchen. Wat ga je even doen?
En ik ben nou lekker relaxed en met de cashman in die kamer doen. Dus dan ga ik nu lekker relaxen en net even letten, wat ik al zei, geëdit nog steeds, hij zit nog steeds in de render. En het is nu bijna 3 uur, dus maar dan ga ik lekker relaxen. Dus dadelijk even lekker naar bed. Anders wordt het veel te laat voor mij. En morgen moet ik ongeveer 3 uur bij mijn moeder zijn. Dat heb ik nog niet gezegd. Dus ik vind het best wel heel zonde eigenlijk dat dit stukje nou kapot is. Kijk dan. Maar ja, maakt het uit. Kan gebeuren. Zoals jullie, dat heb ik al gezegd. Misschien, jullie weten natuurlijk al hoe het komt. Maar dan ga ik nu even lekker relaxen nog. Dat is echt super lekker. Die ijs was lekker, wat ik al op jullie hebben gezien. En dat was echt een gezellige avond. Maar dan ga ik nu even relaxen. En ik ga waarschijnlijk stiekem gewoon filmen. Zonder dat mijn ouders te zien. In de vlog gooien. Ik hoop dat het lukt. Maar als het niet lukt, nou, excuses ervoor. Maar ik ga het proberen. Dus. Dan gaan we lekker. Even. Lekker. Ja, dikke. Vonden jullie het? En nu even lekker vloggen. Dan ga ik nu ook een vlog afsluiten. Het spijt me dat ik nogmaals deze vlog niet lang is. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken in ieder geval. En dan zeg ik. Veel kijkplezier in de nieuwe vlog. Vanmorgen om 6 uur. En dan zeg ik. Later.